Met de nieuwe Amerikaanse president zal er continuïteit zijn van de hechte samenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika. Dit stelde ambassadeur van de VS Robert Fauscher gisteravond tegenover journalisten bij een watchparty op de Amerikaanse ambassade in verband met de verkiezingen in de Verenigde Staten. Hij geeft aan dat de verkiezingsgang aandachtig gevolgd is en dat het een historische verkiezing te noemen is. Elke staat moet zijn eigen regels volgen. Het moet een fair and free, safe and secure verkiezingen zijn. En dat hopen we zal gebeuren. En ik geloof het zal gebeuren. Dus we wachten op de resultaten en bij bepaalde steden duurt het langer dan andere steden. En in een race die zo dicht bij elkaar is, elke stem telt. En daarom moesten we wachten, misschien tot morgen of de dag daarna, te weten die resultaat. Fauscher weet niet hoeveel Amerikanen in Suriname hun stem hebben uitgebracht. Hij benadrukt dat ze wel goed gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om te stemmen. En het aantal vervroegde stemmers was meer dan het dubbele in vergelijking met 2020. Hetzelfde gebeurde ook in andere staten in Amerika. Dit jaar was het aantal vervroegde stemmen en per post uitgebrachte stemmen boven verwachting. We hebben in schatting 161 miljoen stemmers, geregistreerde kiezers. De ambassadeur merkt op dat 2024 tot nu toe een recordjaar is geweest voor verkiezingen over de hele wereld. Hij verduidelijkt dat meer kiezers dan ooit in de wereld hun stem zullen uitbrengen.